Ah, goedemorgen meneer. Goedemorgen. Hé, hey, kijk nou, de buschauffeur. Ja, daar is die. Nou, nog een weekje, dan gaan we weer op huis. En hè, buschauffeur, is de vakantie erop, hè? Ah, meneer, we zitten nou nog midden in onze vakantie. Jawel, we hebben er niet over terug, maar ik zag u zo aankomen. Ik denk, nou, nog een weekje, dan gaan we weer terug. Hey? Ja, dat is waar, dat is waar. Ja. Maar valt hier een beetje de reis met de touringcar? Ja, en ben u ook met de bus? Ben u ook met de bus? Ik heb u hierheen gereden. Ach, ik heb allerlei trippies met u gemaakt. Oh, daar zit u zeker voorin? Ja, meestal. Nee, wij zitten achterin, dus dan hebben we weinig contact meer voorin. Maar u bent er wel eerder als wij natuurlijk. Hey? Ja, ietsje wel. Ja. Nou, wij gaan weer later weg, hè? Dus maar zo. Ja, zo zei ik ook. Doe het zo. Maar bevalt het een beetje zo aan de Costa del Sol? Nou, je ziet hier andere dingen als thuis, zal ik maar zeggen. Je ziet andere dingen. Ja, ik zag net zag ik nog zo'n grote tros bananen hangen. Ik denk, nou, die bij ons thuis zien ze bij de groente voor liggen. Maar hier hangen ze zo in de boom. U bent nou een klein beetje ervan, hoor. Hoezo? Er groeien hier helemaal geen bananen. Waar groeien die dan? Ja, helemaal in Afrika. Goh, wat kan je ver weg kijken, hè? Het is hier zo mooi, meneer. Als ik zo om me heen kijk, dan denk ik wel eens bij mijn eigen... Ach, ik wou dat ik kunstschilder was. Kunstschilder? Hé, dat is heel toevallig. Mijn zwager is kunstschilder. Oh ja? Wat schildert die? Van alles, dames, heren, net zoals het uitkomt, hè. Oh ja, op linnen? Nee, op de deur. De ene deur dames en de andere deur heren. Oh, hij heeft veel werk mee, hoor. Heel veel werk. Nee, ik bedoel het echte kunstschilderen met ezel en palet. Oh, kerststalletje. Nee, nou, maar niet. U moet morgenochtend eens mee gaan kijken naar de opgaande zon. Oh, waar draait die? Dit is geen film. Oh, dat is hij. Nee, ik bedoel de zon zelf. Oh, zet. Wat is nou zet? Zon zelf. Ja, ah, meneer, dat is zo'n mooi gezicht als hij eens zo langzaam aan de kim verrijst. Maar hoe laat komt hij dat je zegt, heb je hem? Hebbium, dat kan je niet zo zeggen, exact zeggen. Dat kan je niet zeggen, allemaal. Maar laten we zeggen, morgenochtend om een uur of half zes, zes uur. Half zes? Ja, zal het zijn. Moet maar van wat eten meenemen, hè. Zorg ik voor een man met broodjes rommel op zijn polkabrokken, wat lekkere dingen, dat er dan wat eten zijn natuurlijk, hè. Vakantie is eten is vakantie, hè. Het hoort er wel bij, hè. Ja, het is me opgevallen, u denkt vaak aan eten. Ik wel. Nou, ik denk ook wel eens aan drinken, hoor. Ja, dat zal wel. Ik zou maar zeggen, een Wico, die glaat er bij mij wel in, bijvoorbeeld, hè. Wat is een Wico? Wico, whisky cola. Een korte kap, stel sneller. Oh, dat is afgekort. Whisky cola. Whisky cola of een Yoko. Maak een Yoko. We hebben Gerard, twee Yoko. Twee Yoko is hier. Is dat yoghurt? Yoko, jonge cola. Zo kap. Oh, jonge jenever met cola. Ah, je hebt er zoveel, hè. Zo, Baco, die ken je wel natuurlijk, Baco. Baco, Baco. En, Bacardi cola. Nee, zo'n steeksleuteltje, ken je die niet? We hadden het nou over drinken. Oh, natuurlijk, ja. Gisteren met die boottocht zat u ook lekker te drinken en te eten. Ik denk, nou, die houdt er wel van. Ja, het is een hobby van mij, hè, dat eten. Ik wil graag eten. Ik kan wel een paard op ook, hoor. Ja, dat kan ik me voorstellen als ik maar het zo maar ik was zie. In ieder geval al blij dat we geen schipbreuk leden met het schip. Nou, dan zegt u even wat. Wat zeg ik dan? U zegt nog geen seconde geleden, u was blij dat u geen schipbreuk had geleden. Oh ja? Oh ja, kom ik luisteren. Dienaangaande heb ik trouwens nog een interessant verhaal. Och jee. Ik ga eens kijken of er nog wat te vangen is. Want ik heb om 10:30 afgesproken met een snoekkarver. Als ik er niet ben, dan zwemt hij door. Hè? Meneer, die komt om 10:45. Nou nee, ik ga liever even kijken. Hè, dan... Luister, het is vakantie. Ja, daarom, het is vakantie. Hè. Geen haast, even relaxen. Ja, maar ik heb honger, ik wil graag wat eten. Maar aangaande die schipbreuk, hè, heb ik dus dat verhaal. Het is kort, maar interessant. Nou, even snel, wat is het verhaal? Er dreven is vier mannen op een vlotje midden... op de oceaan. Goh, het is wat. Nou, bedankt voor het praten. Dat kwam omdat ze schipbreuk hadden geleden. Oh. Nou. Mazzel dat ze een vlotje bij zich hadden dan. He? Komt ie. Nou, mazzel dat ze een vlotje, dat hebben ze natuurlijk in alle paniek even gauw gemaakt. Ja hoor, midden op zee even gauw een vlotje gemaakt. Wat van golven. Nou, daar liggen we midden op zee. Ja, heb je het ook in de gaten? Ja, we liggen ineens midden op zee. Ja, goh, hadden we nou maar een vlotje. Ja, waar haal je midden op zee een vlotje vandaan? Nee, dat zou ik ook niet weten. Nou, wacht eens, wat is? Ik voel ineens een paar planken in mijn binnenzak. Oh ja? Ja, ik heb altijd planken bij me voor als je ineens een vlotje moet maken. Goh, wat handig. Ja, dat spijt. Zitten erin, nou, we hebben mazzel. Hé, kijk, daar is waar, daar drijft een hamer. Nou, wat is het nou voor verhaal? Meneer, zo gaat het helemaal niet. Oh, ben je er ook achter? Zeg bedankt voor het als
schip zinkende is, proberen ze alles wat er aan hout te vinden is bij elkaar te krijgen om er een vlotje van te maken. Ja hoor, ze gaan op de gemak een heel schip demonteren. Vrouwen en kinderen eerst van boord. Nee, eerst nog even een plankje losgroeven. Oh nee, het zit met een kruisschroeven draaien. En meneer, u zit er zulke verhalen bij te maken. Ik er niet, ik begin er niet eens over. Luistert u nog waar het om gaat. Er dreven dus drie mannen op een vlotje midden op de oceaan. Er zijn net vier hoor. Ik zei net vier. Jongen, nou oké, dan is er één overboord gevallen. Wie? Kanenbraaier, nou goed. Is die niet waar? Wat nou? Mijn buurman heeft toevallig kanenbraaier, die heb ik een hele tijd niet gezien. Is die overboord geslagen? Wat erg. Nou, hij past nieuwe gordijnen hangen, die ken ik nou misschien goedkoop van hem overnemen, je weet het niet. Er zijn meer honden die Vicky heten. Dat is hem, kanenbraaier. Ah, met Vicky, ik zie hem nog zo lopen. Ah, kanenbraaier en Vicky. Tuurlijk overboord geslagen toen hij die hond wou blussen, dat kan helemaal nagaan. Hoezo blussen? Dat is Vicky heet. Jullie zitten van alles omheen te vouwen, wat ergens niet, op. Luister nou naar het verhaal. Er dreven dus vier mannen op een vlotje midden op de oceaan. En op een gegeven moment begint het me daar te waaien. Maar nou, oh nou, is kanenbraaier weer terug? Is kanenbraaier weer terug? Zijn er nou weer vier, zeg je? Meneer, weet u wat ik doe? Ik scheid ermee uit. Er is met u geen aardigheid dan. Nou, dan kan ik weer rustig gaan vissen. Dan ben ik daar vanaf van een gezeur. Zeg maar, ik val. Moet je horen, Os? Ik heb een vergunning, Os. Zo, het is no probleem, Os. Ik kan doen, Os, wat ik wil, Os. Ik gooi het haakje, Os, met het water, Os. En ik haal de vis, Os, er maar uit, Os. Begrijp je wel, Os? Die ze zeggen, alles is opgelost, Os. We hebben fijn gepraat, Os. Doe de groet aan de kinderen, Os. En adios. Lucien, jammer dat hij de melodie even kwijt was, hè? Heb u nou helemaal niet gehoord van die zang? Nee, ik ben niet te ver van de man. Hij vertelde daar een interessante legende. Wat een legende, weer een legende. Nou, even snel, hoor. Want ik ben vies, ik val om van de honger. Ik moet nu iets gaan vangen, anders nou, ja. Die legende zegt dat er hier in de buurt een zeemermin rondzwemt. Zeemermin? Nou, dan hebben we alles wel gehad. Hè. Zeemerminnen bestaan niet, dat weet u net zo goed als ik. Dat denkt u en dat denk ik, maar de legende zegt dat al jaren. Ja, hoor. En degene die zich aan die zeemermin vergrijpt... Wie zich aan een zeemermin vergrijpt? Je krijgt er nog een spel tussen mij. Wat wil je nou aan mij doen? Nee, die draagt gelinst geworden. Ja, goed hoor. Nou, u moet het zelf weten hoor. Kijk even, ik heb mijn kanjer aan de gang. Dat wordt smullen nou, dan. Houd dan. Ik ga. Dan breekt mijn hengel. Ja, hou u de hengel even vast, dan haal ik hem zelf uit het water. Maar schiet dan op alsjeblieft. Laat niet schieten hoor. Ik haal hem met de hand. Zing in de rain. Ja, zing. Kijk dan. Even wat er ligt. Houd hem nou uit dan. Tappen, tappen. Oh. Kijk eens, wat heb ik nou gezegd? Goedenavondje van Jansen. Mamma mia! Oh god, het is zo moeder. Wacht nou even. Momento, señor. Momento. No problem, no problem. Por favor, momento. Meneer. Hallo, meneer. Wat heb u nou met die zeemermin gedaan? Welke zeemermin? We hebben 12 maanden zon, 40 kilometer strand. We hebben mango's en bananen en een zee dicht bij de hand. We hebben volleybal en pingpong en we hebben zee van tijd. Maar wat er ontbreekt, een mooie meid. Het is toch wat je pas echt geluk met af en toe een heel vol
vol op de plek. Het is een heerlijk paradijsje, maar het wordt pas echt de dag. Met al het doen, u weet wel wat. Dit doe ik altijd. Hè. Zo na de show ga ik happy eten. Voor de show eet ik nooit zoveel. Dan heb je zo'n vol gevoel. Dan hebben we ook kopjes soep of zo. Ze hebben hier in de kantine, maakt die mevrouw altijd speciaal hele bijzondere dingen. Ze had nou vanavond had ze bananensoep. Bananensoep. Ik zeg, ik had liever uiensoep gehad. Ze zei, ja, maar bananen zijn makkelijker om te schillen. Nou ja.